dus in het restaurant en er kwamen ineens honderden kinderen hierheen. Ik heb geen meet and greet georganiseerd. Welkom bij de Prankshow, mensen. Mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende Nederlanders in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer Gio Latoy. Een van de meest bekende YouTubers van Nederland. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Vandaag gaan we Gio laten kennismaken met zijn fans. Dit wordt lachen. Welkom in Rotterdam. Gio komt naar deze tent, The Harvest, voor een afspraak over zijn eigen documentaire. Nou, die documentaire wordt natuurlijk nooit gemaakt. Sterker nog, die afspraak die komt nooit opdagen. Gio komt niet alleen, Gio komt met zijn vader. En als het goed is gaan ze hier met z'n tweeën zitten en dan gaan ze wachten. Maar wat ze niet weten is dat er langzamerhand een soort mega meet and greet ontstaat. En geloof me, Gio is net één dag terug van vakantie. Daar heb je dan geen zin in. Uiteraard hebben we ook weer acteurs en actrices. Vandaag speel jij Kim. Zeker. Jij werkt hier. Hartstikke gezellig. Ik kan tegen jou praten door middel van het oortje. Dus ik kan haar instructies geven. Zorg ervoor dat ze zich gewoon lekker op hun gemak voelen. Totdat de hel losbreekt. Ik ga naar achter. Alles staat klaar. Camera's draaien, het restaurant is helemaal leeg. Gio kan elk moment komen, hij komt met zijn vader. Ik hoop dat ze op tijd zijn. Ik wil gewoon beginnen. Dit wachten is het echt allerkutste altijd. Hoi. Goeiedag. Goeiedag. The Harvest. Yes. Ja. Is dit van Theo? Ja, klopt. Ah. Ben ik de eerste zo? Ja, ik ben de eerste. Ja. Ja. Kan ik je vast iets te drinken inschenken? Oké. Marcel is net gaan zitten. En hij krijgt nu een berichtje van de persoon waarmee hij een afspraak zou hebben, dat ze wat later zijn. Dan snapt hij ook van, oh ja, hier is niemand. Dus ga eens gewoon wachten. We zijn begonnen. We krijgen nu ook een berichtje dat inderdaad ze iets later zijn. Ah, oké. Okay. Ja. Oké, Marcel heeft net teruggeappt. Oké, prima. Dus hij snapt nu dat ze wat later zijn. Dus nu kunnen we even, nu is hij rustig. Nu denkt hij, oké, het zal wel. Ze zijn er weer. Nu laten we ze even een paar minuten wachten. Dan kunnen ze even een beetje vader-zoon tijd. Gewoon even chillen met elkaar. Wat is het? Hanna en Emma lopen gewoon lekker op straat. Dan kijken jullie daar naar binnen. En wat zien jullie dan? Ja, Gio. En wat wil je dan? Een foto. Inderdaad. Op die manier gaan we even inmasseren. Het feit dat er fans komen. Niet meteen te veel, gewoon twee. Ja. Succes. Zou je misschien wat een foto kunnen maken? Wil ik dat gewoon? Ik maak hier een selfie. Ja. Top. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Doei. Doei. Dankjewel. Je kan nergens even rustig zitten. Nee. Oh, die jongen weet niet wat er te wachten staat. Heb je dat hele dag door? Ja, ik kan een beetje aan de locatie, zeg maar. Is het een schoonbeurt? Ja, daar. Ja, dat is hier zo'n auto staan. Ik denk dat ze lopen zoeken. Oh, ja. Moet je een minder opvallende auto kopen, jongen? Ja, ik ben wel zo net. Lijkt me maar raar, hoor. Ja. Hoi. Mogen we even met de foto? Ja, natuurlijk. Timme en Wiebe lopen ook langs. Toevallig. Jullie kijken naar binnen en wie zie je dan? Gio. Inderdaad. En wat wil je dan? Met de foto. Inderdaad. Nou, jullie gaan lekker naar binnen zo. En op die manier denkt Gio, hé, dat is allemaal wel heel toevallig. Hoi. Mogen we even met de foto? Ja, natuurlijk. Goedemorgen. De eerste zaadjes zijn geplant, nu gaan we beginnen. Hoi! Hey! Nou, goedemiddag. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, gewoon de eerste... Ja, nee. Goed, ga maar door, kom maar naar voren, even dichterbij. Er staan zoveel kids. Alsjeblieft. Dankjewel.
Het is tijd voor de meet and greet. Kijk eens aan mensen, 10 euro voor een foto of een praatje met Gio. Er komen 30 kinderen of zo. Die willen allemaal met Gio op de foto. Ja, dat wordt ook één grote chaos. 10 euro mensen, meet and greet met Gio. Ik vind het wel leuk. Ik wist het echt niet. Ja, maar jij hebt niet. Ja, maar ik heb gewoon echt contact gehad. Hij snapt er helemaal niks van. Wat kut dit. Gio! Hey! Maar wat is dat bord ook buiten? Gio! Vanaf dit moment weten we eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren. Misschien wordt Gio boos, misschien vindt hij het allemaal wel prima. Maar we moeten er een beetje voor zorgen dat er wat ontstaat. Dus daarom is Mark hier. Hij speelt Mark, de vader van een kind. Nou, en ouders, die zijn nog wel eens ontevreden. Wat ben je van plan? Ik vind dat het allemaal veel te langzaam gaat. Te weinig tijd neemt voor de kinderen, ja. Niet eens zijn namen. Het gaat onprofessioneel. Het is echt verschrikkelijk als ouders zich zo gedragen. Dus we gaan kijken hoe Gio daarop reageert. Ja, kijk eens! Serieus? Het is zo'n zieke chaos. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik versta ook niks meer. Het is ook echt chaos. Ik dacht, we kunnen er nog wel een soort van structuur in krijgen met iets wat er gebeurt. Maar het enige wat ik zie is dat er ruzie is tussen Marcel en een vader. En dat is gewoon onze acteur. Als je nou even van Ballet dat moet proberen, als je nou even van het zitten naar gaat tekenen, dan zijn we er ook zo van. Ja. Dat is wel zo moeilijk. Nu is het even klaar. Alle kinderen even naar buiten. Dit is de climax. Nu is het moment. Mark is helemaal over de rooien. Hij heeft helemaal geen zin meer in. Hij wil zijn geld terug. Andere ouders vinden het ook niks. Vragen zich af wie heeft dit eigenlijk allemaal georganiseerd. En ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Maar jullie gaan het zien. Ik wil niet meer aandacht aan die kinderen geven. Het zal heel fijn zijn. Het zal heel fijn zijn. Marcel blijft zo rustig. Hij blijft zo chill. Ik snap nog steeds niet wat er gebeurt, jongens. We zaten dus in het restaurant en er kwamen ineens honderden kinderen hierheen. Maar ik had gewoon een afspraak letterlijk om te praten over iets voor in de toekomst. Maar ineens gebeurt dit. Ik snap niet wat de fuck er gebeurt. Weet je echt van niks? Nee, ik weet echt van niks. Echt 100%. Wat? Ik weet echt 100% van niks. Ja, ik heb geen meet and greet georganiseerd. Ja. Er staat op het bord buiten meet and greet of waar het komt hier terecht. Kom, lekker zelf. Facebook moet erin staan. We hebben ons aan moeten melden, geld moeten betalen. Ja. 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 Ja, ik krijg het geld. Ik kan ook een leuke arbeidje sturen of zo. Leuk armbandje sturen. Ja, we kunnen een leuk armbandje sturen. Ja, mensen, vertel het maar. Wat zien jullie als oplossing?
geen idee. Ik heb het plezier, ik denk dat iedereen een foto heeft gegeven. Nou, we worden er buiten van niet gemaakt. Nee, volgens mij ook niet inderdaad. En dat gaat aan de lopende band. Die vraag niet eens even, hoe gaat het, hoe heet je, wat dan ook, helemaal niks. We hebben een groep van max 30 kinderen. Hè? Ja. Daarom zouden wij meer tijd hebben. Ja. We zouden zeker een uur zouden. Ja. We zouden gewoon met je gepraat kunnen worden en alles en zo. En nu komen die kunnen kalver worden, weer binnen geleid. Dat is een foto weer. Wat is er nou zo moeilijk over? Wie dan wel een geen foto heeft? Wat is het nou daar? Ja, ja, gezellig praten, handtekening. Oh, gezellig praten, handtekening. Nou, waar willen jullie over praten? Gezellig praten. Leo, we hebben een beetje een keer nog even over hebben. Leo, Leo, Leo. Ja, want nu, het is wel echt klaar. Ja, wat dacht jij? Jullie zaten hier gewoon te chillen? Ja, we hadden gewoon een afspraak toch? Dus ik dacht, een half uur te laat. Nou, het zal wel, ik moet bijna gaan. Maar toen kwam deze ding, dat mensen op de foto. toen ineens iedereen boos ging worden. Toen dacht ik, hé, dit klopt toch? Toen ik dat bord zag naar buiten gaan, toen dacht ik ook van, dat kan toch niet? Ja, leuk je weer te zien, hè? Ja, maar leuk, wel leuk op deze manier. Ja, toch? Ja, dus wel te beginnen met de foto. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week!